Vandaag gaan we kippensoep maken. We gaan eerst een uitje bakken. Dan zet je hem in de koeling. Als je van een beetje pit in je soep houdt, dan doe je er salami in. Het was salami. Als je vegetarisch bent en je houdt van scherp eten, dan kun je ook knippersoep maken. Je kunt ook gebonden soep maken. Als u dit te flauw vond, dan doet u er nog wat zout bij. En nou opzouten.